Ja, in de politiewereld worden nogal wat afkortingen gebruikt. PD, plaatsdelict. OT, observatieteam. PV, procesverbaal. En waarschijnlijk kende u deze MO, modus operandi. De manier waarop iemand zijn misdrijf uitvoert. Op de Veluwe onderzoekt de politie een serie snelkraken bij supermarkten met iedere keer zo'nzelfde modus operandi. Kijken of u herkent wat die MO is. Harderwijk, donderdag 31 juli. In de Albert Heijn supermarkt aan de Selhorstweg rennen om 5 uur 's ochtends twee mensen zo hard ze kunnen naar de servicebalie. Omdat het licht door hun beweging is aangegaan, zien we even later hoe de twee met een breekijzer op de tabakskasten staan te meppen. Lades vol pakjes sigaretten worden in een dekbedhoes geleegd en met hun buit rennen de snelkrakers weg. Nu zien we ook hoe ze ooit zijn binnengekomen. Ze hebben de ruit uit de sponning gedrukt. Even duwen en ze lijken weg. Maar even later zijn de twee toch weer terug. Eerst moet de kast verder open en nu het dekbed vol zit, nemen ze maar complete planken mee. Even wrikken en met twee planken vol sigaretten zijn de daders weg. Getuigen zien nog dat ze in een witte auto weggaan. 'S Ochtends is de ravage binnen en buiten daar in Harderwijk te zien. Al een dag later duiken twee personen op in Putten. Ze rijden eerst hun witte auto voor bij de Albert Heijn en slaan dan de deur in. Daarna klimmen ze zo goed en zo kwaad als het kan door het gat naar binnen met een dekbedhoes. Daarna sprint je naar de servicebalie, kasten openbreken en sigaretten graaien. En daarna met een vol dekbed weer weg. Ook nu gaat het vertrek met de enorme bult buit niet echt soepel. En toch lukt het ze om binnen 2 minuten met duizenden euro's aan rookwaren te verdwijnen. Het glas daar bij de AH in Putten zit net weer in de sponning als er 3 augustus, 2 dagen later, alweer 2 snelkrakers voor de ingang staan. Weer even wrikken, schoppen, klimmen. En ze kunnen opnieuw richting de tabakskasten. Hier is te zien dat een van hen een jas met witte accenten aan heeft. En daar gaan ze weer. Even helemaal hun eigen invulling geven aan lekker hamsteren. Ditmaal krijgen ze de hoes bijna niet eens mee. Zoveel hebben ze gepakt. Omdat het hele raam is gesneuveld, gaat Buit, nu in een panterdekbed, deze keer een stuk soepeler de supermarkt uit. Nu is te zien dat deze dader een opvallend mogelijk FC Barcelona t-shirt onder zijn trainingsjack heeft. In Ermelo wordt het kunstje voor het laatst uitgehaald. Het is 5 augustus als de daders weer in de Albert Heijn toeslaan. De tabakskasten worden vakkundig gesloopt. Inladen. En daarna weer met zo'n 5000 euro aan pakjes sigaretten het pand verlaten. Goed, wat was de MO van deze daders? Vroeg in de ochtend een Albert Heijn openbreken, sigaretten in een dekbed laden en dan snel weg met je witte auto. Aan de telefoon meneer Van Ingeschee. Nou, die voorspelbaarheid heeft niet heel goed voor deze daders uitgepakt, toch? Nee, want de eerste 3 snelkraken waren dus in een periode van 4 dagen gepleegd op de Veluwe tussen 31 juli en 3 augustus. En daarom waren we in de hele regio zeer alert op de verdachte zaken rond supermarkten, zeker als daar vroeg in de ochtend een witte auto bij werd gezien. In Ermelo, waar ze voor de 4e keer wilden toeslaan, hebben we ze toen bijna op hete daad kunnen betrappen. We hebben daar een man van 28 uit Den Haag kunnen aanhouden en zelfs nog op straat het complete dekbed met de buit gevonden. Nou, om u een idee te geven, het ging de mannen echt om honderden pakjes sigaretten, allemaal van A-merken. Ja, nou zagen we op de beelden steeds 2 personen, maar daar in Ermelo bleek dat er meer dan 2 daders bij die snelkraken betrokken zijn. Ja, want toen mijn collega's bij de Albert Heijn kwamen, sprong 1 persoon meteen in die witte auto en 2 daders renden de supermarkt uit. Nou, de auto is door de weggereden dader achtergelaten op de Dominee Witteveenlaan in Ermelo. En we zijn erg benieuwd wie de daders die dinsdagochtend 5 augustus rond 5 uur daar rond de Albert Heijn aan de Branderskamp heeft gezien.
of wellicht wat ronddolend rond de Witteveenlaan. Want ja, ze hadden geen vluchtauto meer. Nou, we hopen dus op getuigen. Eén verdachte is dus gelukkig vrijwel op heterdaad betrapt, maar we zoeken die andere daders dus nog. Ja, want daar wil onze eerste verdachte helemaal niets over kwijt. En daarom willen we graag aan de kijkers vragen of ze meer over deze daders kunnen vertellen. Ze hebben mogelijk grote partijen sigaretten proberen te verkopen. En ze reden overigens in een witte Volkswagen GTD met een Duits kenteken. Nou, misschien is dat nog een mooi aanknopingspunt. Nou, dat is zeker een mooi spoor. We gaan kijken wat we kunnen doen, meneer Van Inschenau. Wie kan er dus meer vertellen over die persoon op deze beelden? Mogelijk dus door de opvallende kleding bij die tweede snelkraak in Putten. Die jas met witte accenten en dat shirt. De rechercheurs vermoeden dus dat het een FC Barcelona shirt is dat we hier zien. Ja, en in die witte Volkswagen Golf met dat Duitse kenteken zijn ook kleren gevonden. Die zeggen misschien ook iemand iets. We zien badslippers, mintgroene Lacoste-broeken. Die spullen zijn overigens nu bij het NIV om ook op sporen te worden onderzocht. En u kunt deze zaak ook helpen als u iets verdachts heeft gezien rond die snelkraken in Harderwijk, Putten en Ermelo. De beelden staan op de site, bel de tiplijn met informatie. Of als u anoniem wil blijven met meld misdaad anoniem.